En dat zat ik ook in een omheining eigenlijk. En nu wil ik nog steeds aardig gevonden worden. Ja. Want het is al heel mooi in je zitten. Maar ik ben goed terecht gekomen hoor. Gelukkig. Ja hoor. Dat had met de oorlog te maken. Ja. Bombardement op Rotterdam, dan weet je het wel. Ja. Ja. Daarom ben ik ook heel oud en nieuw vind vreselijk. Ja. Schalletjes. Is dat hun plekjes of zo? Liggen ze daar eigenlijk? Nee, ze vinden het gewoon heel spannend. Oh. En heel erg interessant. En zij zelf 7 maanden, dus het is gewoon... Oh, ook, zou je toch niet zeggen? Nou, 7 maanden is niet dat hij veel ouder is. Ja. Dus jij hebt zelf ook honden? Ja. Ja, zie je dan. Goh. Dan denk je, nou, je hebt honden genoeg. Ja. Dat is toch een ja, dat snap ik ook wel, natuurlijk. En dit zijn wel mooie. Dit zijn mooie honden. Goed verzorgd. Een collie, hè? Is dit een collie? Ja. Cornacol. Oh, nee, maar bij ons was een vrouwtje die fokte in de kleine collies. Ja, zelf. Ja. Zit in Purmerend. Oh, ja. Maar het kleine? Huh? Ik dacht dat het grote waren, toch? Huh? Maar de grote collies? Nee, kleine. Hm? Nee, wel klein. Echt klein. Nou zat ze goed onder controle, ze ging met een stuk of 6, ging ze gewoon de stad in. En de kinderwagen. En de kinderwagen. Zo los. Los. Het zijn herdershonden, dus op zich zijn ze natuurlijk prima te sturen. Ja, dat vond ik knap hoor, ja. Dat je ze onder controle hebt. Nou, wat moet ik krijgen? Oh ja, hij zit met een pandje daar. Muziek hoort erbij. En dit is hier een mannetje. Ja, dit was nee, dat is een spuitje. Volgens mij is dat inderdaad ook een beetje. Ja, die huisje loopt hier. Ja. Ik ga weer daar zitten. Hallo. En wat moeten jullie nou allemaal doen? Hoppen schoonmaken en uitslaan. Ja. En allemaal vrijwilligers, hè? Ja. Dat vind ik knap voor jullie. Ik vind het hartstikke knap. Leuk om te doen. Ja, die hoppen schoonmaken, die lijkt me niet zo lekker. Maar het hoort allemaal bij. Het hoort allemaal bij, dus... Hoe maak ik hem nou zinnelijk? Gewoon door op kranten te laten doen eventjes? Ja. En dan de kranten steeds verder naar de deur. Ja. Deden wij altijd. Eerst dichter bij zijn hok. Bij zijn hokje, bij zijn plekje. Maar het is natuurlijk heel makkelijk elke keer als je ziet dat hij wil gaan zitten. Die wacht naar buiten. De kant loopt, maar gewoon lekker naar buiten. Ja. Ja. Meestal als ze geslapen hebben, gegeten hebben, dan moet je gespeeld hebben, ja, gewoon buiten zitten. Leer snel hoor. Maar ze zijn intelligent, hè? Ze zijn heel intelligent. Ja. Ach, goed, dan moet ik koppie zien. Wat doet hij? Ik zie hem al met een witte hond lopen, dat grote stuk. Dat maar ook voor mezelf in het zwart. Nou, als hij door de blubber geweest is, dan is hij ook. Zit de verzorgers er ook eens een beetje op?